Een groep burgers heeft een rapport gemaakt voor het college van voorschoten. In dat rapport worden de belangrijkste coalitieafspraken geëvalueerd. En te gast in de studio is Rob van Engelenburg. Welkom. Dank. Uh, kunt u u misschien eerst eventjes uh, voorstellen? Nou. Rob van Engelenburg. Ik ben uh, lid van de Alliantie Burgers Voorschoten. Dat is een uh, groep uh, vrijwilligers die in uh, Voorschoten uh, al een jaar of drie bezig is... om uh, ja, burgerbelangen te bevorderen, burgerparticipatie op de kaart te zetten. En daarbij ook met een schuin oog te kijken naar de kwaliteit van uh, beleid en bestuur... om die te verhogen. Ja, en jullie hebben dus dat rapport geschreven voor het college van Voorschoten. Het is dus het eerste rap rapport in de regio, maar zelfs ook in Nederland. Wat was de aanleiding uh, hiervan? Ja, eigenlijk een, 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 een verbazing en verwarring. Uh, al honderd jaar zijn er verkiezingen in Nederland. En uh, ja. ja, ik was eigenlijk op zoek gegaan <coughs> pardon, naar uh, een evaluatie van, uh, van, van het beleid van de laatste vier jaar. Uh, van een gemeente of een provincie, et cetera. En ik kon dat allemaal niet vinden. Dus uh, toen hebben we gezegd: Nou, dan doen we het zelf maar. Ja, uh, jullie hebben dus gekeken naar de belangrijkste coalitieafspraken van de afgelopen vier jaar. Uh, welke ja. thema's hebben jullie zoal meegenomen? Ja, de coalitie heeft in 2018 en die bestond, uh, in, bestaat in voorschoten. Want nog een maand uh, dan zijn er nieuwe verkiezingen uit uh, VVD, D66 en GroenLinks. En die hebben een coalitieakkoord afgesloten. Uh, dat coalitieakkoord is eigenlijk een beetje op hoofdlijnen. Die hebben een uitvoeringsplan gemaakt en vervolgens hebben ze hun doelen in een evaluatie, een, een, een document neergelegd die ze feitelijk willen gaan uh, realiseren. En dat is eigenlijk ons uitgangspunt geweest. Dat hebben ze aan de burgers beloofd en wij hebben nu gekeken wat is daarvan terechtgekomen. Ja. Uh, en kunt u concrete voorbeelden noemen? Ja, er zijn heel veel voorbeelden te noemen, want het gaat over elf thema's uh, die het hele gemeentelijk beleid eigenlijk een beetje omvatten. Uh, voorzieningen en zorg en, en bereikbaarheid en uh, woningbouw en financiën en, en, en uh, duurzaamheid, et cetera. Elf thema's en die waren allemaal uh, uitgesplitst naar uh, concrete doelen, een stuk of vijf, zes, zeven soms. En op het gebied van woningbouw, om heel concreet te zijn, urgente zaak, uh, werd er gesteld van wij maken 300 Woningen. Ja, en is dat gehaald? Eh. Dat is de vraag dan natuurlijk. Ja, nou nee, er zijn er enkele tientallen zijn er feitelijk gerealiseerd en uh, dat niet alleen. Uh, er werd ook uh, expliciet aangegeven dat uh, de woningen voor starters en uh, sociale huurwoningen en seniorenwoningen, et cetera, gebouwd gaan worden. En dat is ook niet gerealiseerd. Nee, ik heb het rapport gelezen en het college komt er niet. Heel goed, vanaf kunt u iets vertellen over dat eindoordeel? Ja, dan kan ik misschien even naar de, de opzet gaan, hoe we het aangepakt hebben. Ja. Uh, we hebben natuurlijk eerst gekeken van wat hebben ze ons beloofd. Nou, dat zijn de documenten die ze zelf gepresenteerd hebben en zelf de prioriteiten daarin uh, gesteld hebben. En vervolgens hebben we gekeken, uh, niet alleen uit eigen waarnemingen, uit documentenanalyse, uh, uit uh, persberichten, et cetera, maar ook gesprekken met sleutelinformanten in, uh, op de specifieke terreinen uh, in de vorm van een stukje fact-finding, van is dit beeld nou juist wat we hebben uh, gezien, uh, hebben wij een score verbonden aan uh, die uh, te realiseren zaken. En per item is dat een score van 1 tot 5. Uh, 1 is volledig mislukt, niet gerealiseerd. En 5 is gehaald, zelfs meer dan gehaald soms. Uh, maar uh, die, die vijf scores, uh, die, um, ja, die hebben we al, allemaal dan gewogen over die elf thema's. En uiteindelijk is de overall score een 2 geworden. En dat betekent eigenlijk dat meer dan de helft van de beloftes niet zijn waargemaakt. Ja, onvoldoende dus. Uh... Ja, op school zou je het een 4 kunnen noemen. <laughs> ja. Uh, en wat was, waar heeft u zich het meest over verbaasd? Nou. Verbaasd, ja, we weten allemaal, ook uit landelijke politiek, hè, het kwartje van kok voor de ouderen onder ons en de duizend euro voor werkenden van, van Rutte, et cetera, dat politici nogal veel beloven. Maar op lokaal niveau blijkt dat niet anders te zijn. En ja, het uh, realiserend vermogen van een coalitie blijkt toch niet helemaal te sporen met hun beloftes. Ja, en dat, uh, ja, dat, dat, dat moet, denk ik, anders. En op welk thema is het slechts gescoord? Um, eigenlijk vallen er een paar op. Uh, woningbouw, waar ik het al eerder over gehad heb, is daar één van. Uh, financiën, uh, dat is toch een, uh, een zorgenpuntje voor, uh, voor voorschoten. En uh, daar zijn de, de, ja, de goede doelstellingen die daarvan uh, uh, gemaakt zijn in 2018 niet gerealiseerd. En uh, voor de rest, participatie. Oké. Okay. En kunt zij... u dat nog iets meer uh, uitleggen? Ja, participatie stond in twee derde van de coalitieakkoorden van alle gemeentes in Nederland, stond dat uh, hoog in het vaandel, ook in voorschoten. En uh, ze hebben daar een start mee gemaakt, maar dat is uh, volstrekt uh, verzand. En uh, ja, ondanks een motie die daarover uh, uh, is aangenomen om dat toch voortvarend aan te pakken, is dat, uh, ja, niet tot, uh, tot, uh, heeft dat niet tot realisatie geleid. Ja, en ondanks de onvoldoende, valt er ook nog iets positiefs te melden? Jazeker. Er zijn uh, natuurlijk altijd dingen die wel gelukt zijn. Uh, voorbeelden zijn bijvoorbeeld zijn de, de, uh, de voor elkaar voorschoten, zou ik willen noemen. Dat is een uh, brede welzijnsorganisatie die na ja, wat stroeven start toch uh, goed uit, uh, uit, uit uh, de startblokken is uh, gekomen. Uh, en ook de, um, de investeringsregeling, de zogenaamde BIS, uh, dat is een bedrijfsinvesteringszonneregeling uh, bij de Dobbewijk. Dat is best wel een, uh, een hele positieve. Oké, okay. um, en jullie sluiten het rapport af met aanbevelingen. Wat hoopt u uh, wat er nu gaat gebeuren? Ja, kijk, uh, op de, de wind van uh, gisteren kan je niet zeilen, maar je kan er wel van leren. En uh, wij hopen met de aanbevelingen die we hebben gemaakt voor de gemeenteraad, voor BMW, maar ook voor burgers en maatschappelijke organisaties dat is een hele waslijst geworden dat uh, eigenlijk het, uh, het, het proces van belofte naar realisatie wat minder. Uh, uh, problematisch gaat worden in de toekomst en uh, niet alleen voor voorschoten, maar ik denk dat dit instrument ook wel uh, zinvol is om in andere gemeentes is toe te passen. Ja, en jullie hebben het rapport natuurlijk ook aangeboden aan het college van voorschoten. Hoe hebben zij gereageerd? Ontvangen. Oké. Okay. <laughs> Punt. <laughs> Punt. <laughs> Oké. <Okay. laughs> ja. Uh, nou ja, bedankt dat u hier was en voor uw toelichting en uh, fijne avond. Dank u wel.